Nou, mijn leerpunten. Nou, een heleboel. wat vooral is, is ja, dat ik mensen echt wel graag wil entertainen. Dat ik gewoon, ja, Beyoncé is natuurlijk echt wow. Maar zoals zij met het publiek omgaat, vind ik zo vet. En dat wil ik gewoon heel graag leren, want dan ben ik net verlegen, ja, ik verlegen om dat te doen, zeg maar. Dus ja, hoe schrijf je het op? Performen. Diva-gedrag. Diva-gedrag. Wil ik hem ook likken? Dat niet. Wat wil ik allemaal nog leren? Nou, heel veel. Zenuwen. Performance. Als die zenuwen onder controle zijn, hoop ik dat de performance ook beter gaat. En toch nog wat stemcontrole. Daar gaat ie hoor. Ik wil nog wel leren om meer inleving in het nummer te geven, want ik vind dat soms best wel moeilijk. Dus dat ga ik even opschrijven. Ik schrijf echt heel lelijk. Heel stom, maar ik wil echt heel graag leren om te gaan met die stomme zenuwen. Ik vind ze helemaal niet leuk. En ik wil gewoon, net zoals al die andere zangeressen, die hebben ook zenuwen. Maar op de een of andere manier kunnen zij het zo onder controle houden. En die staan er echt zo van, I own the stage. En dat wil ik ook. Dus dat wil ik heel graag leren. Hoe moeilijk kan het zijn om het zien met de jongens?